En wauw, dat ziet er mooi uit zo. Zeker in HD. Ik moest het weer een keertje zeggen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play: The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ik ben er weer. Zelda Play 20, Zepie, Steevee, hoe je het ook wil noemen. In de vorige aflevering zijn wij dus in de ijsdungeon terechtgekomen. En hebben we dus te horen gekregen dat wij het een en ander moesten vinden. Of dat de spiegel in hun slaapkamer zou hangen. Of een spiegeldeel of iets in die trend. En ja, het grootste nadeel waar we dus nou mee zitten is van... dat we... Ja, hoe leg ik dit uit op zijn Nederlands? Het grootste probleem waar we nou mee zitten is van... Ja, ze weten inderdaad van... wij hebben inderdaad wel een spiegel, maar we spiegel daardoor ben ik ziek geworden. En omdat ik ziek ben geworden... hebben we de deur maar op slot gedaan. Alleen nou weten we niet meer waar de sleutel is gevallen. Dus wij moeten nou constant die sleutel zien te vinden. Dan wil ik al even terug naar deze kamer hier. Want we hebben namelijk ook een nieuwe item gevonden. De swingball. En deze swingball die opent nogal vele ruimtes voor ons. Moet wel een beetje uitkijken, want we zitten een beetje low on health. Dus daar moeten we wel voor uitkijken. Maar als we voorzichtig genoeg zijn, dan kunnen wij toch wel veel voor elkaar krijgen. En oh, daar komt ze uit de wat maar. Oké, dat is eentje minder. Want deze ijsmuren, die kunnen wij dus nou mooi vernietigen. Daar hoeven we ons nou geen zorgen meer over te maken. Want dat is nou gewoon een kwestie van... swingball. En zo maken wij dus gewoon deze poort hier open. Nou, het grappige is, daar is niet echt veel te vinden. Maar aan deze zijde daar... Bah. Sorry daarvoor. Dat even een beetje luchtverwas. Maar daar zat dus nog een kistje en helaas zit daar niet echt heel veel boeiend in. Dus het was niet echt backtrack-worthy. Jammer genoeg, maar aan de andere kant, ja, we willen wel alle kistjes hebben. Dus, nou, daar zat 20 rubies, dus laten we die 20 rubies maar gewoon zo pakken. Goed. Het grappige is dus nu ook, nu kunnen wij, als wij hier doorheen lopen, ook nog eens een keertje die middelste muur hier aanpakken. Waardoor dat het... Ik heb weer ruzie met die wolven. De vorige aflevering vond ik ze leuk. Maar nu begin ik er een beetje genoeg van te krijgen. Dus enough. Goed. Nou kunnen we deze muren dus openmaken. En dat is heel erg fijn. Want nou wordt het voor ons een... Nou wordt het voor ons een stuk makkelijker om namelijk terug te komen in de centrale ruimte. En wacht eventjes. De centrale ruimte was er niet... Die staat aan de andere kant. Ik raak hier echt zo vaak verdwaald. Waar wij naartoe willen gaan namelijk, dat is... Jullie laten we nou even maar rust. Waar we naartoe willen gaan, dat is door die deur. Niet daar, maar... Volgens mij... Pas erop, hè. Auw, ik heb nog een 3,5 hartje. Schrijf er nou toch eens mee uit. We wilden door deze deur heen gaan. Want we moeten heel eventjes het sneeuwvrouwke heel eventjes op een vinger stikken van... Hoe durf je ons weer de verkeerde richting op te sturen? Waarschijnlijk moeten we deze richting op. En wisten dat al vanaf het begin. Schuif uit. What happened, huh? What? Jeez. Did husband move it? Where in the world did we put it? Sorry, I need thinking time. Take cheese to husband. You do that. I tried to remember. Ja, het zal wel. Nou ja, laten we die kaas maar inderdaad heel eventjes gaan geven. Want zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd... Eerst was die soep voor 2 hartjes goed. Nu voor 4 hartjes. En als we er logica's bij gooien... Niet more punch. Nee, hij heeft meer logica's nodig. Good smell, you have it, huh? Ja, tuurlijk. Doe ons maar weer aan de kant. Perfect ingredient, Ik weet niet. Hun zijn van The Legend of... Little more time on fire, become good at soup. Here, taste. Nou ja, laten we dit zeker even testen, want we zitten nogal low on health. En op het moment dat we dit hebben, dan krijgen we een beetje cheesy soep. En deze soep herstelt gewoon 8 hartjes. Deze soep is dus gelijk aan een red potion en heeft dus vis, pompoenen en kaas. Logica's. Weet ik veel. Ik noem het gewoon even logica's. Nou, laten we wel eventjes sorry dat we weer full health hebben. Aangezien dat we op hard mode spelen, op hero mode. Tot we dus geen hartjes kunnen replenishen, kunnen we dus hier gewoon zo lekker veel replenishen als we dat zouden willen. Nou, we hebben in ieder geval de kaas gegeven aan de man. Dus laten we nou maar hopen dat zij ondertussen heeft onthouden hoe dat ze een deur moet openen. I think I remember. We put key in nearby room, so no forgetting. How I forget embarrassing. See here, place marked by symbol. Dus nou moeten we naar de tweede verdieping toe. En daar zou dus de sleutel moeten zitten. Nou, laten we dan maar naar die tweede verdieping gaan. It there, it must be. You look for me. Oké, nou zij zegt dus nou dat we door deze deur heen moeten gaan. En deze de kamer hier. Ja. Laten we eerst heel eventjes de weg vrijmaken. Swingball attack! En dit kan nogal lastig zijn, want dit beest hier vindt het nogal leuk om met zijn diepvriestraal. Hij houdt nogal van een beetje van een blizzard op te roepen. En daar wil je zeker voor uitkijken, want deze die gaat dus als een soort van... Dan begin ik ook al met die... Hij gaat dus van links naar rechts en wat hij dus daar blijft hij mee doorgaan. Dus wat we willen doen is we willen hem gewoon zo snel mogelijk uitschakelen. En zorg ervoor dat je die kleine beestjes ook uitschakelt. Want als je die niet uitschakelt, respawnt dat grote beest weer. En dat wil je gewoon niet. En die twee groepjes is totaal niet waard. Goed. Nou vraag ik mij af. Moesten wij hier nou al een Iron Ball hebben? Volgens mij wel. Dan konden we hier eentje meenemen. Dus laten we die maar even meenemen. Ik vind het wel grappig hoe dat het hier allemaal precies in elkaar valt. Hoe dat alles precies zo neerzit. En hoe dat alles daar perfect op elkaar terechtkomt. En ik weet niet waar dat ik nu over aan het praten ben. Maar ik praat er toch over omdat het kan. Maar we willen dus zo'n Iron Ball mee naar boven nemen. Dus laten we maar even eens meenemen. We hebben zo vaak gezegd dat ik elke keer naar mijn eigen irriteer als ik zeg. Omdat ik niet uit mijn woorden kan komen nou. Het is aanstekelijk. En er staat er nog zo heen. En het ergste is, als we dit ding neer gaan leggen, gaat het naar beneden rollen. Nee. Nou, hij rolt nou nog niet naar beneden. Waar gaat hij nou daar naar beneden rollen? Even wachten, want dan komt hij deze kant op. Even de andere kant op gaan. Het rolt nog niet naar beneden. Wait for it, go! Nog een keer. Hoort zo. Even het balletje naar binnen gooien. En daarmee schakelen wij ze bijna allemaal uit. Ga neer! Niemand heeft tijd en zin voor jou. Zie je, hij rolt naar beneden, Daar ben ik geen fan van. Physics in Zelda games. Ik vind het niet kunnen. Oké, nou, even hier omhoog, want... Nou ja, het grappige is, we hoeven hier niet doorheen te blazen. Aangezien dat wij de... hoe heet dat? Deze bal hebben, de bal in chain. Dus dit kunnen we gewoon openmaken, maar... Waar we nog wel dadelijk naartoe willen schieten is naar een andere locatie. Dus we willen hier alvast een balletje ingooien en we willen hem alvast goed neerzetten. Zodat we dadelijk makkelijker kunnen schieten. Nou, dat is gedaan. Nou vraag ik mij af, moeten we nou eerst... Nou, het is hier alleen maar een kistje die hier staat. Dus ik denk dat we als eerste hier naartoe willen gaan. Hi. Ik hou hiervan. Ik noem dit gewoon een ijsbrekertje. De swingball is gewoon een grote ijsbreker. En dit is eigenlijk ook heel erg leuk verzonnen. Is jou eventjes neerhalen. Dat is onze point of return. En als ik me niet vergis, willen we hem een keertje flink hard raken met de swingball. Waardoor dat ding goed gaat swingen. En dan kunnen wij hier lekker op springen. En dit is dus totaal op physics gebaseerd. Nee, ik ga jou nog niet slaan, want ik wil eerst dat kistje openmaken. Want volgens mij staat hier een sleutel in. Of een stamp. Een sleutel! Nog beter. Ga weg. Daar hoef ik de Hidden Draw nog niet eens voor te gebruiken. Oké, ik pak heel eventjes mijn items erbij. Want ik wil heel eventjes het Class Shop pakken. Zo. Nou, eigenlijk zou ik de soep daarvoor kunnen pakken. Maar who cares. Dwars door de muren heen. Spider Zepie. In ieder geval, nou vind ik het wel grappig dat we in dit spel nog steeds de naam Steevee, of Zepie hebben. En dat dat dus in de volgende games waarschijnlijk automatisch Steevee gaat worden. Maar ja, wat maakt het uit. Ik bedoel, iedereen is ondertussen de naam Steevee wel gewend. Dus voor mij is het ook nog wel wennen om eigenlijk hier de naam de hele tijd... om alsnog de naam Zepie te gebruiken. Omdat Zepie is een beetje... ja, dat is een beetje 2015 geloof ik of zo. Maar goed, We hebben nog steeds geen Pieces of Hearts gevonden en dit heeft een reden. De eerste Piece of Heart die gaan we nou eindelijk tegenkomen. Zoink. Even wachten. Dan moeten we hierop. En ik raad aan om hem alvast uit te schakelen daar. Dus gooi daar... Hallo. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Hier. Oh, jij kan mij wel raken en ik jou niet. Dat is zo flame. Daar met jou. Oh, ik weet dat. Oh, we zijn hier nou boven in die bovenste kamer. Ah ja, dat is altijd handig. Nou, laten we hem nog eventjes een flinke optaten geven. En dit vind ik eigenlijk persoonlijk best wel een van de lastige kistjes die we dus te pakken moeten krijgen. Wat we moeten doen is, we moeten namelijk de eerste moeten we hier zien te raken. En... Ja ta ta ta. Ja ta ta ta. Tidi, tidi, tidi. En dit zat ik in de vorige aflevering zo lekker op te scheppen over hoe goed dat ik ben bij pijlenbogen. En... Ja, want was toch een heen? Wel verre. Kom op. Kom. Ik zat zo op de schep hoe goed dat ik was met pijl en boog en ondertussen kan ik nog niet eens een vleermuis raken. Nou, wat we hier moeten doen is we moeten dus die dingen raken en nou moeten we snel handelen. Ik zei, we moeten die dingen raken. Zoals ik al zei, we moeten snel handelen en wachten tot we dicht bij hem zijn. En op het moment dat we er vanaf gaan willen we hem raken. Kom op, kom op, kom op. Volgens mij heb ik hem... Nee, ik heb hem verkeerd. Ah, darn it. Nou ja, in ieder geval kunnen we dat ding nou gebruiken als shortcut. Aangezien dat we daar nou het ijs hebben gebroken. Maar dit is een van de moeilijkere Pieces of Hearts om te krijgen. Want het is namelijk enorm lastig. Je moet die ene moet je op het juiste, exacte moment raken. Om er dus op te springen. Dan moet je gelijk die andere raken, zodat ze van elkaar afgaan en naar elkaar toe gaan. En op het moment dat je die timing helemaal compleet goed hebt, kun je dus naar de overkant zien te komen. Dus je wil wachten, wachten, wachten. Nu wil ik hem raken. Kom op, terug. Die, dan heb ik hem weer niet goed. Nou, terug naar jou dan. Ik knip wel eventjes naar voren tot ik hem goed heb. Kijk, nou komen we ergens. En nou willen we hier naartoe springen. En op het moment dat we hier zitten, kunnen we dus dit kistje mooi pakken. En daar zit onze eerste Piece of Heart. Joepie! Nou, Piece of Heart is altijd fijn om die te hebben. Nou, als ik me niet vergis, zat hier beneden, en dan trek ik heel even mijn minimap erbij, zitten ook nog twee kistjes waar we ook eerder niet bij konden komen. Tot op het moment dat we door deze hal heen kwamen, zien wij hier deze dingen staan. Nou, deze die zal op zich niks bij zich hebben. Ja, een vijand. En, hé, hey, een orange ruby. Oké, nevermind. Er zat dus wel iets boeiends in. Maar deze daarentegen, die heeft een kistje achter zich liggen. En waarschijnlijk is dit kistje niet echt heel erg boeiend. Blijkbaar dus wel. Het is de Q-stamp. Nee, die, elke keer in die kleine kistjes, er zit dan toch stiekem zoiets verborgen. Dus, even kijken, dan vraag ik mij toch af, want hier in het middelste, daar zou ook een kistje moeten zitten. Of is het toch diegene dat... Auw! Je vraagt erom, hè? Jongen, 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 ik zie daar de opening daarnaast al zitten. Oké, nou, we hebben jou in ieder geval verslagen. Zo, hier zit een kistje. Zou je dan ook een stempje zitten? Volgens mij zitten hier gewoon roepjes in dan. Deze was niet boeiend. Nou, en de gewone versie, er zitten in allebei de kistjes roepjes. Dus ja, niet echt heel erg interessant. Of, zo moet ik zeggen, interessant. Maar, oeps. Nou zit er dus ook nog eens een keer een stamp in. En daarom vond ik het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat wij dus alle kistjes zouden openen. Maar er was ook iets te doen in Hyrule Castle, geloof ik. Maar daar had ik een reactie over gekregen. Maar daar kom ik nog wel later op. Dus voor de kijker die die reactie had gestuurd, geen zorgen. Daar kom ik later op. Ik vond het eventjes het belangrijkste om nou dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus kan ik alsjeblieft het ding gewoon fatsoenlijk raken? Dank je. Ja. Mooi. We zitten nu op die tweede etage. En nou hoop ik dat we hier inderdaad werkelijk die stomme sleutel te pakken gaan krijgen. En ik sla jullie allemaal naar de sodemieter. Hier, hoppakee. Ik ben een pro-tennisser. Ik ben eigenlijk dus... Oké, ik heb hem vast. En op het moment dat ik hem nodig heb, heb ik hem niet meer vast. Auw. Ik weet niet, volgens mij moest je ze hier allemaal verslaan. Dat weet ik dus niet zeker. Goed, jij bent neer. Jij bent neer. Nog eentje. Wauw. Faal. Wacht. Kwam jij nou gewoon... Kwam jij nou door dat ding heen geglitcht? Oké. Hij is daar doorheen geglitcht. Normaal gesproken moet je dit openen en dan zit hij hier. Met Zubats. Nou ja, ijsZubats. Sorry, ik ben heel eventjes verbluft van het feit dat hij daar gewoon doorheen is geglitcht. Wauw. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Oké, nou laten we dan maar eerst eventjes deze snelweg eventjes hier even aanpassen. Want dit is die kamer hier beneden met die ijspuzzel. En die ijspuzzel, die is nou een stukje moeilijker geworden. Want deze ijspuzzel hier, die heeft nou namelijk 2 blokjes erbij gekregen. Waardoor dat er een deur open zou gaan aan de bovenzijde. Op dit moment moeten we dus deze en deze eventjes bevrijden. Waardoor dat we dus nou een schakelaar... ja, we moeten dus... we moeten de kist op die schakelaar neerkrijgen. Dus hier is die nou niet meer nodig, omdat we hebben nou een weg naar de andere kant. Maar... wat we dus moeten doen, en dit is zeker vervelend, is wij moeten hier de hele tijd, ja, we moeten nou dus in het midden proberen een blokje te krijgen. Op zich is deze puzzel niet zo moeilijk, want wat we willen doen is, we willen namelijk gewoon beide blokken de hele tijd naar elkaar toeschuiven. Dus deze die schuiven we nou hier naartoe. Dan gaat hij wel over die knop heen. Helaas heeft dat geen effect. Maar die achterste, die willen we juist verschuiven. Want we willen die andere als blokkade blijven houden. Zodat we daar die ene blok dan de hele tijd tegenaan kunnen. Ik bedoel, deze die staat op zijn plek. Die zal echt niet meer verschuiven. Tenzij dat we willen dat hij gaat verschuiven. En dat gaat hij natuurlijk nou niet doen. Dus, nou draaien we deze eventjes hier naartoe. En we hebben de puzzel al opgelost. Op zich niet zo'n hele moeilijke puzzel, gelukkig. Dus laten wij nou even snel weer terug naar boven toe klimmen. Want nou hebben wij daar dat blokje. Volgens mij kunnen we hier gewoon... Oh, hier. Hier kunnen we nou weer terug naar boven toe klimmen. En dat maakt het een stuk makkelijker. En... nou is die deur daarboven open. Dus dan kunnen wij gewoon door naar de volgende deur. En als ik me niet vergis, hebben ze daar ook nog eens een keer een hoekshot dingen neergezet. Of... oh nee, dat blokje staat hier nog niet meer. Dus we kunnen hier gewoon naartoe springen. Nog makkelijker. Zit hier trouwens nog een kistje? Nee, die zit hier aan de andere kant. Die zit hier... bij een andere kamer. Oké. Nou, dan zijn we weer buiten. En... hi. Ik vind het wel handig hoe dat dit ding ook nog eens een keer als een schild kan werken. En dan vraag ik me af. Volgens mij wou we eerst die kant op. En later pas die andere kant op. Dus... tenminste, er zit daar namelijk nog een kistje. En er zit daar een deur. Laten we eens die kant gewoon op gaan. Hoi. Auw. Jongens, ik heb een swingbal. Nee. Oh. Hij steekt mij terwijl dat ik hem steek. Ik vind het best. En dan vraag ik mij af, moest ik daar dan niet met een... volgens mij moest ik met een hoekshot... clawshots, zoals dat ding hier heet. Kijk. Geen spook? Mooi. Want hier zie ik dus, ja, dat zie je trouwens ook op de map, dat hier nog een kistje zit. En dan weet ik niet of dit namelijk een belangrijk kistje was, of dit een piece of heart was. En dat is het nadeel, dat weet ik dus niet. Ik weet wel dat hier een snelweg zit weer voor een chain, geloof ik. Oké, nou, volgens mij moeten we hier hetzelfde doen, maar deze die is ietsje makkelijker als die andere gemaakt. Trouwens, nee, deze is makkelijker gemaakt, omdat deze, dat is gewoon volgens mij required. Dus deze moeten we nou een knal geven. Oké, die werkt. Wachten tot hij naar ons toe komt. Springen we eroverheen. Oké, prima. Ja, hier zit een kistje. Het is een klein kistje dus. Waarschijnlijk een small key of een stamp of... small key. Ook goed. En gelukkig hoeven we die weg niet terug, want als we hier doorheen komen, dan komen we weer terug in die grote open kamer, geloof ik. Of niet? Waar zitten we nou weer? Oh, en daar zit weer een... Hé? Oh, de... Huh? Hoe? Juist. Oké, we zitten weer in die kamer. Ik raak hier zo van in de war. Nou, we zitten in ieder geval op de tweede verdieping, dus we zitten aan de goede kant. Maar waar we dus naartoe willen, is we willen wel weer door deze deur heen. Geloof ik. Don't quote me on that. Want volgens mij wouden we nu... Nou ja, we kunnen volgens mij geen andere kant op. Dat gaat naar beneden toe. Hé? Hoe moeten we nou... Ik zit ook de hele tijd op de map te kijken van welke kant moet ik nou in hemelsnaam op. Even kijken, we moeten nou daar zien te komen. De enigste weg daar naartoe is via de middelste deur. Dat is een kamer die we nog niet hebben gehad. Dat is deze deur door. En jullie kunnen het bekijken, want ik heb geen zin in jullie. Ah, en hier hadden we die smokkie voor nodig. Oké. Sorry, ik was heel even verdwaald. Daarom ben ik blij dat ik een stukje wc-papier bij me heb die mij eventjes vertelt welke kant dat we op moeten. Eens even kijken. Oh, hoi. Zullen we maar gewoon niet bevriezen? Wat dacht je daarvan? Dit was niet slim. Nee, stout bezig. Ah, net te laat. Oké. En nog ben ik bevroren door die beesten, hè? Verschrikkelijk. Nou ja, mooi in ieder geval om dodge van... Nee, jij raakt mij niet. Oké, kan ik hem hiermee raken? Ja, hiermee kan ik hem raken. Die chain stond best wel lang eigenlijk. En hij heeft me ook nog geraakt met zijn laatste ijsadem. Oké. Stop nou eens met mij allemaal te raken. Ik word helemaal moe van jullie. Auw. Oh, heel erg veel geraakt nu. Ik wil hier een minigame mee zien met sjoelen. Dat lijkt me gewoon echt hartstikke leuk om hier gewoon een sjoel minigame van te zien. Goed. Nou, we willen deze stenen, die willen we dus nou door open duwen. En dan komen we bij ons kanon uit die wij eerder dit spel hebben gezien. En hebben we eigenlijk al 8 hartjes gehad? Nee, we hebben er pas 7, dus dan hoef ik daar niks aan te veranderen. Oké, nou, pijlen omhoog hebben we op dit moment niet nodig. Hier hebben we al een ijzeren bal ingeschoten. Dus dan kunnen we nu zeggen dat ik op een verkeerde knopje druk. Maar we willen hier dus een bom in gooien. En dan wordt er gelijk een bom daar naar binnen toe geschoten. Of ja, de ijzeren bal wordt daar dan naar binnen geschoten. Want het grappige is, die ijzeren bal kun je hier niet naar binnen toe gooien. Dus die moet je daar echt naar binnen toe schieten. En het allergrappigste is ook nog eens een keer, we hebben dat kreng nodig. We hebben deze nodig om hier door deze muur heen te gooien. Dus kun je nagaan, deze die komt helemaal vanaf beneden uit. Uit die pile van ijzeren ballen die we daar hebben gezien. En die moeten we dus gebruiken. Nee, met bommen komen we niet weg. Al vind ik het wel grappig dat we inderdaad niet met bommen die dingen ook kunnen gooien. Oh, dit is een hoekshotpunt. Handig. Ik dacht dat dat... Lekker belangrijk. Goed. Nou. Deze hierheen. Naar boven toe. En dan moet ik heel eventjes kijken, wat is onze target? Volgens mij dat ding daar. Dat is volgens mij het enige wat ons van de kamer weghoudt. En dat is het enige nuttige wat we op dit moment kunnen raken. Want dat staat namelijk net op het punt van een trap. En op het moment dat wij een trap opklimmen, kunnen wij niet de eieren, de swingbal dinges gebruiken. Dus ja. Bombs away! Nog steeds de leukste manier om tegen vijanden te gebruiken. Nou, die trap die kunnen wij volgens mij heel makkelijk op via die kant. Dat weet ik tenminste niet zeker. Ik wil heel eventjes de map erbij pakken. Maar volgens mij is dat de enigste manier om daar boven te komen. En dat is ook gelijk die deur naar die kamer toe waar we moeten zitten. Waarin volgens dat vrouwtje de sleutel zou moeten zitten. En vergeet niet, we kunnen daar ook nog terug naartoe hoekshot wanneer dat we zouden willen. Dus als we hier naar boven toe klimmen, dan zouden we normaal gesproken hier gelijk bevroren worden. Dat is nu niet het geval. En laten we met deze deur zo snel mogelijk doorgaan. Oh boy. Oh boy. Ik heb potions. Oh, er zit daar wel een kistje, maar... ja, ik maak me zorgen. Hallo? Is it me you're looking for? Hoi. Het probleem is, ik was nog eventjes met jullie broeder bezig. Dus sorry dat het eventjes wat duurde. Hier, double kill. Vraag ik mij af, omdat je die ijspilaren daarboven ziet. Kan ik ze al daarboven raken misschien? Dat kan. Want als ze op de grond vallen, dan worden ze van die vijanden. Zie? Nee. Kan ik jou ook raken? Hé, hey, de enige die misbruik mag maken als er zo'n beest tegen hem aan wordt gebruikt, ben ik. Hadouken. Ja, gooi, gooi, gooi. Oeh, net op tijd. Ah, ja, aan de andere kant kunnen we hele goede soep maken als het weer goede soep is. Achterdeur nummer 2. Is dit nou eindelijk de sleutel? Dat zou heel erg fijn zijn, maar we hebben pas 1 piece of heart gevonden. Dat klopt niet. Ja hoor, we hebben de bathroom key. Fijn, maar nou vraag ik me dan toch af. Phew, we finally found the key. That sure took a while, but the mirror shard is... Oh. That sure took a while, but that mirror shard is as good as ours. Inderdaad. Maar goed, eerst wil ik heel eventjes weten, want volgens mij ben ik een kistje vergeten. Inderdaad, ik ben... En we zijn Oku eigenlijk. Of kleurcode hebben we niet gevonden. Oeps. Nou weet ik gelukkig tot kleurcode die zit op de begaande grond. Dus dat is een van de voordelen dat ik die weet toevallig te vinden. En ons andere piece of heart, ja, die hebben we inderdaad ook nog niet gepakt, omdat... Oh, hoi. Oh. Oh. Oh, you're safe. I drink husband's soup. Feel much better. So, I come find you. You found key. Good. Bedroom right above us. I take you there. Nou, ga jij maar alvast daar naartoe lopen. Ik loop heel eventjes eerst deze andere kant op. Want ik heb nog heel eventjes een appeltje te schillen. Namelijk met 2 verschillende plekken waarin dat ik naartoe kom. 1, ik wil kleurcode vinden. En 2, er is nog steeds een piece of heart die ik niet te pakken heb gekregen. Dus laat ik eerst eventjes naar die piece of heart locatie gaan. Ik kan niet geloven dat ik die nog steeds vergeten ben. Eerst even kijken. Die piece of heart locatie die we dus eigenlijk hadden moeten vinden... wacht eventjes, die zit volgens de deur. Volgens mij konden we daar alleen maar via... Ik weet niet zeker. Ik wil heel even iets proberen, jongens. Eens even kijken. Die is aanstekelijk echt serieus, want hij zit hier in het hoekje, zegt hij. En hij zegt ook dat... ja, daar kun je volgens mij vanuit deze kant niet eens komen. Geef me even een seconde. Oké, nou herinner ik het me weer. Dit is eigenlijk best wel heel erg gemeen gemaakt. Wat je wil doen is, je wil hier een bommetje gooien. Oh, ik heb echt nog heel erg lang naar de kamer zitten staren van hoe zat het ook alweer. Maar je wil daar een bommetje op gooien en dan dan blaas je dus een beetje in het plafond op. Waardoor dat je hier naar beneden toe kan komen en zo kom je bij dit kistje terecht. Heftig. Daar zit onze piece of heart. Nou, 2 pieces of heart zoals altijd in elke, in elke dungeon vind je 2 pieces of hearts. Dan wil ik nog heel eventjes naar de kleurcode toe. En dan gaan wij snel richting de bedroom. Kleurcode. Ja, die wil ik jullie toch nog wel heel eventjes snel laten zien. Waar dat die precies te vinden is. Dus geef me even een seconde. Want dat is... nou, hij is niet zo ver weg. Want als we hier naar beneden toe springen... dan moeten we deze kamer door. Ik vind het wel grappig hoe dat de kleurcode eigenlijk helemaal vergeten ben hier. Even kijken. Dit is de soepkamer. En op het moment dat wij dan achter deze wand gaan kijken... dan zien wij hier dat hier de kleurcode zit. En het grappige is, kleurcode is altijd in een kamer waarbij je bijna eens waar niet kan gebruiken. Good gracious, you found me again. But I'm actually thinking that you don't need my help at this point anymore. Because, good gracious, you already complete the entire dungeon. Hier, potten breken! Altijd leuk. Eens eventjes kijken. Nou, Papa Beer die zit hier nou ook niet meer. Dus Papa Beer die kunnen we nou ook niet meer vinden hier op dit moment. Maar we kunnen dus nu eindelijk richting de boskey. Door. Dinges. Geval. Dus laten we even naar de centrale kamer toe gaan. En dan kunnen we gelijk naar boven toe klimmen. En dan kunnen we dus richting die deur. Dus eventjes kijken. Sneeuwwolfjes. Hartstikke gezellig. Eventjes door de sneeuw heen. Deze wil nou zonder damage. Tuurlijk mag ik niet zonder damage. Tuurlijk moesten jullie me eerst damage geven. Hoop ik niet trouwens dat dat beest weer gerespawnd is. Volgens mij respawnt hij niet, maar... Er is altijd kans dat hij toch wil respawnen stiekem. Er zou best wel flame zijn. Nee, hij zou flame zijn. Gelukkig maar. Nou, en de boskey door dinges. Die zit hier gewoon. Als je hier het paadje naar boven toe volgt. Dan kom je hier terecht bij... jou! This is bedroom. You unlock it. Dat doe ik maar mooi in de volgende aflevering, want deze aflevering is al lang genoeg geweest. Dus sorry voor de cliffhanger, maar vind je het leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende aflevering, waar dat we deze baas, nou ja, baas. Zit hier überhaupt wel een baas achter? Zit er een monster achter? We zien het in de volgende aflevering. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende aflevering maar weer. Doei!